is een heel ingewikkelde, maar ook een heel belangrijke ecosysteem voor ons. We zien ook op plaatsen waar de mangrove verdwenen is, kijk maar naar Weg naar Zee of Coroni, dat voor problemen zorgt. Er zijn cijfers bekend dat miljoenen vogels in feite resideren voor de kust van Suriname tijdens overwinteringsperiodes. En deze zullen wegvallen, omdat mangrove niet zullen zijn. WWF vindt bescherming van mangroven belangrijk, omdat we wereldwijd zien dat steeds meer mangroven verloren is gegaan en nog steeds verloren gaat. En in Suriname is het belangrijk om wat we hebben ook daadwerkelijk te beschermen. Mangrovenplanten zijn pionierplanten die voorkomen op de grens tussen land en zee. Ook in de estuarine zone, dus in de monding van de rivieren. En ze komen daarvoor omdat zij in staat zijn met hun wortelstelsel, met hun fysieke karakteristieken, in staat zijn om zoutwater te filtreren. Hier heb je een zone van mangroven. Dus wanneer deze golven aankomen, zijn ze zwak omdat dit in feite breekt. En dan kan de mangroven nog weerstaan, deze golven. Maar wanneer dit weggaat als gevolg van aantal ontwikkelingen en niet meer bestaat, dan zullen deze golven extra krachtig hier aankomen. Met als gevolg dat deze mangroven niet kunnen weerstaan en dus omvallen. En een hele grote gevaar kunnen vormen voor de mensen die hier wonen. Dat is Paramaribo Noord. Omdat mangroven nog niet per wet beschermd is, is het van belang om dat ook te regelen. Zodat mangroven ook de wettelijke bescherming krijgt die ze verdienen. En mangroven ecosysteem is een van de geweldige die Suriname heeft. En we hebben dus vissen voor onze proteïne. We hebben heel veel vogels. Dan kan je in feite toerisme ontwikkelen. Het beschermt onze kust. Daarvoor hoef je geen dijken te bouwen. Ze moeten ervoor zorgen dat de ressourcen welke jij nu hebt, dat ook de andere generatie het heeft.